Ruimtetijddiagram en gelijktijdigheid. Je zou zeggen van iets gebeurt of gelijktijdig of niet. Maar ook dat is relatief. Eerst even een korte herhaling. Ja, dit is het ruimtetijdsdiagram. De horizontale as, de ruimteas. De verticale as, de tijdsas. Ja, en als je een voorwerp hebt wat gewoon stil blijft staan in de oorsprong, ja, dan is dit de wereldlijn ervan. De wereldlijn van een stilstaand object in de oorsprong. En de ruimteas, ja, deze, ja, dat is een wereldlijn van allemaal gebeurtenissen die op precies hetzelfde tijdstip gebeuren. En in dit geval hier is dat op 0 jaar. Ten slotte, deze wereldlijn nog. Ja, dit is een wereldlijn van een foton of een lichtstraal. Ja, dus let op, hè, een stilstaand object, ja, in de oorsprong, dat is in feite gewoon de tijdsas. En gelijktijdige gebeurtenissen, dat is in feite de ruimteas. En de wereldlijn van een lichtstraal, ja, die zal, ja, kijk hier, ik heb eventjes hier de hoek aangegeven. Ja, en deze hoek is gelijk aan die hoek, oftewel de wereldlijn van een lichtstraal. Ja, voor iedere waarnemer zal natuurlijk de lichtsnelheid gelijk zijn. Dat is het fundament van de relativiteitstheorie. Ja, en het is de diagonaal in het ruimtetijdsdiagram. We laten nu een raket met 0,4c de aarde verlaten. De wereldlijn van deze raket hebben we al een keer eerder getekend. Die ziet er zo uit. Ja, dit is de wereldlijn van de raket met 0,4c. De raket, ja, hier hebben we hem, heeft natuurlijk, nou natuurlijk, maar in ieder geval, heeft een astronaut bij zich. En die gaat gewoon mee in een raket met een snelheid van 0,4c. Maar de astronaut, die zit gewoon op zijn stoel. En die blijft in rust. Althans, voor hem wel, is hij in rust. En wat is dan die wereldlijn? Dat is in feite gewoon de wereldlijn van de astronaut in rust. Oftewel, dat is de tijdsas. De astronaut heeft een andere tijdsas dan degene die op aarde achterblijft. Oftewel, hij heeft ook een andere ruimteas. Want waarom is dit de ruimteas? Wel, de lichtstraal, ja, lichtsnelheid is voor iedereen gelijk. En de lichtstraal, de wereldlijn, die verdeelt het ruimtetijdsdiagram in twee gelijke delen. Oftewel, deze hoek moet gelijk wezen aan deze hoek. Vandaar dus dat dit de ruimteas is van de raket. Althans, van de astronaut. De ruimteas is de wereldlijn van gelijktijdige gebeurtenissen hier op t is 0 jaar. We kunnen hem één eenheid omhoog laten gaan. En dan krijg je dus dat dit wereldlijn is van gelijktijdige gebeurtenissen op t is 1 jaar. Voor de astronaut geldt natuurlijk hetzelfde. De ruimteas is ook voor de astronaut een wereldlijn van gelijktijdige gebeurtenissen, maar in dit geval dus voor de astronaut. Een astronaut met snelheid 0,4c heeft een gammafactor. Je kunt die gammafactor invullen en dan kom je op 1,1 uit. Dat betekent dus dat als de astronaut 1 jaar volgens hem heeft gereisd, dan is het op aarde 1,1 jaar verder. 1,1 jaar op aarde komt overeen met 1 jaar voor de astronaut. En dat betekent dus dat de ruimteas voor de astronaut, ja, dat is dus de wereldlijn van gebeurtenissen voor t is 0 jaar voor de astronaut. Ja, wat is dan de wereldlijn van gebeurtenissen voor de astronaut na 1 jaar? Dat is deze lijn. Ja, de ruimteas die gaat 1 jaar omhoog voor de astronaut.
2 jaar, komt hij daar terecht. 3 jaar, komt hij daar terecht. 4 jaar en 5 jaar. Dit zijn dus in feite allemaal wereldlijnen van gelijktijdige gebeurtenissen volgens de astronaut. Je kunt ook de andere lijnen neerzetten, want in feite kun je een rooster maken. Want de diagonaal, de wereldlijn van de foton, ja, die zal natuurlijk ook keurig door de snijlijnen, de snijpunten gaan van de roosterlijnen van de astronaut. Oftewel, dit is wat er gebeurt. Ja, het rode, dat is in feite het ruimtetijdsdiagram voor de astronaut. Er gebeurt iets. Een gebeurtenis A en dat treedt op na 3 jaar. Een gebeurtenis B treedt ook op, maar het is hier duidelijk dat het 1 jaar later is dan gebeurtenis A. En tegelijk met B, alleen op een andere plek, is de gebeurtenis C. Ja, dus die is gelijktijdig met B. Dit is zoals je het op aarde wordt waargenomen. Maar nu kijken we weer eens door ogen van de astronaut. Ja. Hoe ziet de astronaut deze 3 gebeurtenissen? Wat is de gebeurtenisvolgorde volgens de astronaut? Nou, ik heb hem even in het blauw getekend. De ruimteas voor de astronaut. En dit zijn dus alle gebeurtenissen op T is 0 volgens de astronaut. We schuiven de ruimteas omhoog en zie je dus dat gebeurtenis C het eerst voorkomt volgens de astronaut. Eerst C, na 1 jaar ziet hij dat gebeurtenis C optreedt. En als we verder gaan, dan ziet de astronaut dat A en B tegelijk op T is 2 jaar plaatsvinden. Kortom, volgens de aarde gebeurt eerst A en daarna C. En volgens de astronaut gebeurt eerst C en daarna A. En dat kan tot vreemde situaties leiden. Maar stel je voor, gebeurtenis A is een pistoolschot. En gebeurtenis C is de kogelinslag. Nou, volgens A is volledig logisch. Eerst pistoolschot en dan krijg je kogelinslag. Ja, eerst de oorzaak en daarna gevolg. Maar de astronaut, die ziet net andersom. Die ziet eerst kogelinslag en daarna pistoolschot. Oftewel, oorzaak en gevolg zijn die uitwisselbaar. Nou, dat kan natuurlijk nooit zo zijn. En gelukkig, we kijken even naar de oorzaak. Ja, het pistoolschot. Nou, dat is daar zo. Maar de gebeurtenis heeft een lichtkegel. En een lichtkegel, ja, daar kan alleen maar het gevolg in optreden. Ja, dus gebeurtenis C, die ligt buiten de lichtkegel. En betekent dus dat die nooit een gevolg kan zijn van deze oorzaak. Ja. Omgekeerd, je kunt natuurlijk ook naar het gevolg kijken. En gevolg, die heeft in feite ook een lichtkegel. En in die lichtkegel zit in feite in het verleden alles wat de oorzaak zou kunnen zijn. En ook hier zie je dus weer dat de oorzaak nooit gebeurtenis A kan zijn. Ja, je ziet dus A en C, maar die zullen nooit gerelateerd aan kunnen zijn. Het kan nooit zijn dat de een een gevolg is van de ander, want ze zitten in 2 verschillende lichtkegels. Zo, we hebben eventjes weer een tijd nodig. Kortom, tot ziens.